Dag beste mensen van Pela Maas, hartelijk welkom in het Kievloeteriek hier in Meil. We zijn op Rommelvergver, met de compagnon en ik, partner in crime Paul Joosten. En Wout Slegers. En wij gaan voor jullie de optocht verzorgen. Het is een schonendag, het is een lekker weertje, perfect optochtweer. Dus we trappen hem daar lekker af met een uurste deelnemer. En die zie je al op de achtergrond aankomen. En dat is, Paul, weet je het nog? Harmonie Eendracht. Altijd voorop aan de bondsterren. Kijk. Altijd een zonnegroep. Harmonie is altijd goed vertegenwoordigd. Muzikaal Meil natuurlijk ook, met veel schutterijen. Dus vuur op mag Harmonie Eendracht. Wij zijn betoeterd van onze prins Ver. Ja, de prins van de Vengneuzen. De prins van de Vengneuzen. Dat zijn Vince en Paul met hun spreuk, een bietje en een bietje meer. Dat is een bietje meer, suikerbieten, voorzie ik allemaal. Ja. Dat zijn de bietjes. Dat is suikerbieten. Mooi idee. Met sporten, dansen en muziek zijn wij een schone zwiek. Alaaf. Kom maar op met deur jongens, dan stuur dan het klaar. John de Molderkaart erbij, Prins Jarno de Nuurste. Onze prins, onze grote prins. Ja. Hier is de renner van Heide. Ja, van Goele, van Basten. Zo'n wel wat lichter van kleur is een echte Mbappé. Hier komen de volgende voetballers aan. Ook nog de keishut, de prinsenwagen van de keishut. En natuurlijk is de prins Teun en prinses Fleur stond bovenaan te glunderen. Het duurt deugd om te zien dat we goed leven in Meil, ook met de jeugd. Ze moeten voortaan een rij staan om bij de rood te kunnen komen. Ja, iedereen wil bij de keishut. Absoluut. Hey! Alle namen stonden op de rand. Dat is wel makkelijk, hè? Moet ze allemaal maar kennen, Bol. Je kent Anita maar te zijn, volgens mij. Ja, dus, haar zoon was net al met de voetballers, Dean en Lins. Ja. En ook een moeder, Anita. Ze is een beetje gevoeteld. Ja, naar voren, naar voren. Volgens mij is het nog maar net begonnen met de stok. Zie je geen stegen, Anita? Ben je de weg, weet? Ik wil wel alles gelukkig nog. Ja, dat wel. Dat is fijn, dat is fijn. Je gaat op de tast, vooral. Ja. Naar rechts, naar rechts. Ja, naar voren, naar voren. Wij doen de catwalk. Kijk eens, meneer. Van een Sean Pitspoesie. Ja. Daar werd er met een paplep lang gegooid, ja. Zie ik hier al. Oh, oh. Hey, en kittenkant. Oh, oh. Dat kon ik gisteren nog. Hebben ze een papa geleerd, denk ik. Kijk eens. We zorgen meteen gekomen in de slaapkamer. Een zwerfketje, die lukt
Ja, zeg je er nog een kwijt? Ja. Kom aan. Moeder Truus, Truus Koopmans. Ze duwen met haar dochters mee. Ja, twee van de dochters dan. De derde duwt ook mee met de optocht, maar met een ander groepje. Dat is een familie die wel aanwezig is met de carnaval. Ja. Anima, vind je het gezellig? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, daar komt de oude poes aan. Daar komt de, ja, de zwerfkat. Die zwerft wel af hier. Huur jij er ook bij? Wat zeg jij? Huur jij er ook bij? Wil ik een herring? Oh, lekker, dus, lekker. Ik huur er ook bij. Ja. Maar ik kan gewoon niet bijhouden. Nee. Ik kan gewoon niet bijhouden. Die gaan ook zo snel. Die gaan lekker, zo snel. Die er lekker uit. Ja. Wil jij dat ook? Ja, nee, dank je. Ik heb met gegeten. Het is maar goed dat we geen ruurcamera's hebben. Ik krijg er een snopneus van. Nou, succes ermee. Smakelijk. Wat kennen we hier? Graaien of is het? Ja, je kan even bij mij in de ballenbak spelen. Mag ik kieken of niet? Ja. Oh, die. Blauwe ballen. Ja. Ja, vind je dat gek? Weet je waar een vols is? Die Miski Jaja. Oh, die. Ja. Zo is het. Hey. Hallo. Hallo, kennen jullie ook graaien? Kijk wel. Hegem? Nee, Hegem? Blauw. Kijk. Als je diep zat, had ik het eentje gehad, maar jij hebt het niet gevuld. Al afgetraind sinds. Ja. Ja, echt jongen, het kost er nog moeite gespaard. Het kost er nog moeite gespaard. Nummer 14. Thijs Engels. Nummer 14, Thijs Engels. Jorre duwt Thijs mee. Ook dit jaar is hij weer van de partij en hij sleut buurman aan buurman tot moes. Hij loopt er niet meer gans mee, want ja, het is nog een lange route. Maar de deur op straat wil hij niet missen. Die ellende, die fouten, een zon, een handpan. Ik zal ze tot moes. Ja, en ze zijn tot de moes aangekomen. Ja, ik ben er klaar. John Thijs. Wij schitteren volop. En die hebben ook een prins op de wagen, zie je daar? Ja, die kennen we allemaal wel, hè? Die kennen we allemaal. Prins P. Pekenijse. Ik denk dat je wel geer een keer prins zou willen zijn, maar... Hij is er denk ik te vervelend voor. Dit doen ze dan wel weer goed. Een mooi. Schitterende wagen, als ik het zo mag zeggen. Ja, en ook zo'n pakje dat te zien. De pakken, de discoballen. Alles erop en eraan. Ik zie dat zijn zeebenen ook weer zijn werk doen. Jan van Eyck heeft weer een gelukkig in de wagen. Ja. Dat is een goeie zie. Ja, lekker, Pee. Hou dat vol, hè? Oh. Met prins Jarno voorop schitteren de buurt volop. Buurtverenigingen die ook altijd meedoen. En dat is een goede zaak. Schoon om te zien dat ze weer met grote getalen meedoen. Prachtige pakken. Hulde kerstens hier met je kaas getrokken, zie ik. Alles bij macht en uit je tent. Op de wagen. Ha! Ah. Ah, Joop. Kijk, Joop, presenteer je niet, dan lukt je zelf mee. John, een groet groep. Ja, mooi. Oh ja, mooie groep. Fijn. Nou, Fred en Sylvie, ook ja, hoe bekend, Mel. En nou is het... Magic Circus Le Chief. Le Chief. Duidend op onze prins. Jarno Schijven, die ook natuurlijk alles een platje draait als zijnde DJ. En dan doet hij natuurlijk met veel plezier. Nou gaan ze een hele show van maken. We gaan eens even kijken wat ze in petto hebben. Ja. Het is een magische show. Hier. Wow. Een tovenaar. Ik weet... Fred ken veel, maar ik ken zelfs toveren. Magic trick.
Kijk eens, nog een trucje kijken. We hebben een blauwe, we hebben een groene, we hebben een rode. En, oh ja, geel. Nog meer, alles erin. Volgens mij kan ik een confetti krijgen. Of een gevoel kreeg ik. Paul. Wauw, fantastisch. Nou, Kazan zou er nog jaloers op zijn als het zo is. Denk ik ook. Happy Santa. In de estate. Utopia Equestrian Estate. Aan de langstrode Mergen die komen. Een unieke milieuvriendelijke paardensportaccommodatie. Met de focus op complete verzorging en ontzorging van zowel ruiter als paard. Je hebt hier al een beetje in orde gemaakt. Het ziet er ook fantastisch mooi uit. Het ziet er al spectaculair uit in ieder geval. In zo'n port en erachter ook wel paard. Dus ik ben benieuwd of de mensen niet meedoen. Of dat ook. Ik herken wel wat mensen trouwens. Nee, ja, het zonnedupje. Hoe de vier staat. Wat gaat er gebeuren? Wat moet je voorstellen? Wat ik moet voorstellen? Dit is de wellness van de paarden van Utopia. Aan de kant staan, want ja. Je kunt wel een geweld door de deur op straat hier nou. Ze kennen er nog niet deur. Bertje hebben ze denk ik van de draaimolen afgehaald. Beste mensen. Ik ook wat commotie er is geweest. Hooggeëerd publiek. Oh ja, dat heb ik wel meegekregen. Ja, dat mag niet meer, hè. Ja, dat was iets weer anders. Nog zal je meenemen. Met die illusie gehouden en Bertje op een carousel. En een wereld van Utopia. Ga je serieus kijken? Ja, wel heel mooi gemaakt. Ja. Dat is toch wel uurkes ingegooid als je het zo ziet, hoor. Ja. Kijk eens de wellness. Ja, ja. Lekker in bad. Kijk, de verre de jacuzzi. Dat klinkt wel heel aanlokkelijk. Wij zijn Utopia. Ik zie het. Voor wellness, voor pecht en ruiter. Echt? Het ziet er wel lekker uit. Ja, lekkere massages. Heerlijk. Volgens mij heeft hij nog nooit zo'n fijne massage gehad. Nou. Dus, Angelique, de derde dochter van Truus, die net omheen met de catwalk. Met de catwalks. Maar dus wel dus een mijl voor de pet. Kamerij van de Prins. Prins Jarno. Kijk. DJ Booth. Ik kan snel ook eens zeggen, Jarno is een DJ. Ja. Ja, en Le Chief is een bijnaam. Ja, hebben we nog even goed uitgelegd, zie ik. Le Chief. Zo'n afbeeldingen op, Riegel. Ik rij vies petjes. Dat zou ik wel even willen draaien. Met Anne van de Chief voorop werd de vaste avond werd top. In de Chief als in een draaiplaat. En dan dansen ze zo men.
De ene een ziem draaien, de andere draait netjes. En dan draait er een man, hoor. Dat is de flippoesje uit je kaas gehaald. Wijgezin, we zitten precies op van het groen naar het beulen. Voor de blauw. Ja, en nu is het natuurlijk tammelmeter, tammelhalve meter van de blauwschutterij, Sint-Nicolaas. Ja. En dit is Sint-Willy Broers. Maar het zijn natuurlijk zussenverenigingen die elkaar goed willen hebben. We moeten een beetje aan de kant duwen. Dat is een brede wagen. Ik kan er maar naar deur. Van de partij Sint-Willy Broers uit Meil. Was even proot dat hier achter ons in de bekkerij van Broekmans dat je zich toch nog even zou vestigen. En alleen een afvalgenieus. Maar helaas is daar ook van de baan. Dus we moeten voort naar Beringen. Holy fuck. Waar hebben we? Le Chief. Le Chief. Dat zijn wel zeker Bami Chief. Ja. Probeer hem nou. Hallo. Sneeuw, goed. Dag Anita. Ah. En? Ja, goed hè. Alles op een brief. Alles op een brief. Eigenlijk nog wel weer. Dit is een echte. Smaakt je ook? Oh, Sieve, ja. Sieve, je hebt ook een Sieve, moet je wel. Lekker. De vrouwen van de Kieveloot. De vrouwen van de Kieveloot. Ja. De vrouwen, ja, met ons lief. En die wordt gedoopt. Spetter in de vastelovens. Gelukkig zijn ze wel selectief, hè. Wie ze bespetteren. Hij gaat wat naar het gemak vandaag. Nee, dat ook, hè. Dankjewel. We zijn weer samen dit jaar. Ja. Erwin. Oh, ik zie er wel maar rennen. Vorig jaar nog Prins. Prins Erwin Verheijen. Ik zie hem door in zijn prinsenpeksje nog lopen. Oh ja, dat let je. Ja. Hij is nog af en kikken, zie ik. Ja. Ja, ontwenningsverschijnselen. En dan hebben we ook Erwin Dams, de tandemeter van de Groen. Oud tandemeter. Hij is ook al mee gestopt. Ja. Eindelijk lopen wij weer samen de optochtdeutje. Ja, vorig jaar was zijn compagnon natuurlijk Prins. Maar ze moeten nog even wennen dat ze de optocht moeten lopen, zie ik. Erwin. Ah. En hij gaat compagnon weer terug. Ja, hij is weer terug, hè, met de compagnon. Maar ja. Hij is daar wat tussenuit, zie ik. Ja, je blijft in de gang, hè. Echte Prins, hè. Je weet niet wat je nu allemaal hè. Hij lukt maar en hij lukt maar. Ik ben wel blij dat ik weer samen ben. Oh, prachtig, toch. Dat heb ik ook echt. Ik heb wel elkaar gemist, ja. Ja, toch wel? Ja. Ja. Oh, ik dacht, je vindt het wel lekker rustig, zo zonder Erwin. Ja, dat werkt wel. Maar je kan het nog niet aan wennen dat je niet echt Prins meer is, of wel? Nee, dat kan God. Niet wennen. Nee, ik heb het niet. Mocht er niet meer. Nee. Haak het nog geen gewild hebben. Zo is goed. Zo is ook wel beter, hè? In Jorissaf. Bij hun prinsenwagen. Nee, deze dag dansen wij overal. Want wij zijn betoeterd van de carnaval. Dit jaar is Prins Ver, de voorganger, samen met Prinses Indy. Ik zei, je stond te schitteren door achter op die wagen. En een mooie vikingboot. Ja. Opletten met die wichten.
zelfs hier moeten de kunningen gewoon de kaart trekken. Hè? Dat zie je wel weer. Ja. En snoep voor iedereen. In onze tempel is het verhogend fest. Dan kent de tentje vol met vrienden en familie. Daar werd een fest zoals het nooit in is geweest. Dit was de rol en deze fest in onze tempel. In onze tempel is het verhogend fest. Daar komt de tentje vol met vrienden en familie. We hebben net de keisjeuters al gezien en nu zijn de Vengneuzen. Die is over een generatie. Ja. Nou, daar zit de sfeer er ook al goed in. Ja, die moeten we weer omhoog, Bol. Juist. Die moeten we erbij houden, dat is altijd derby gooi hier. Nummer 26, Twan de Bruin. Twan de Bruin. Wel onbekend, hè? Ja. En dan geven we dit pand hier. Het zit nog te koop. We staan hier nou inderdaad bij Bekker Broekmans. Dat pand is leeg nou. Dat was even praat dat we nou langs, dat er de Chinese afvalsnees even zou komen. En daar ga je Twan nou over. Waar ga je bij, Twan? Ja, ik ben Chinese bakker hier bij Broekmans. Ja, ja. En dan heb ik voor jullie een lijsterblaai met een bruine blootje en een witte blootje. Ja. Nice. En een volkorenblootje. Lekker. Lekker. Ziet er goed. Ja. Vrienden van Prins Erwin. Ja, die hebben vorig jaar mee en het is ze zo goed bevallen dat ze dit jaar weer meedoen. Ik wist niet dat je onze prins wel van vrienden had eigenlijk. Nee. Onze oude prins. Ik blijf hier. Ik hoor niet gewoon. Ik blijf niet lang. Ik ben zo van weg. Ook weer. Kom hier dan. Het komt vandaag. De blauwe kieken groen. Ja, die hebben we in de verkeerde borrel gehad, als ik het zo zie. Van een drank met Prins Jarno. Kunnen kieken een beetje groen? Ja, zo kieken wij ook wel eens ooit smergens. Wij missen onze Jarno weer op. Met onze jeugd lost dat wel op. Nicolaas, die miste nou hun Jarno. Die tambometer is toch? En die moet natuurlijk op de Prinsenwagen. Dat hebben ze opgelost met de jeugd en iets oudere jeugd zie ik nou. Ja, er zijn genoeg kandidaten in ieder geval om voor op te lopen, dat zie ik. Ja, ik heb nog altijd een aantal jaren vooruit. Piet van Evert. Ja, ja! Nou, in de borrel op de kop. Ja, ze hebben er werk van gemaakt. Altijd weer een wagen. Wij missen onze jaren overop. Met onze jeugd los daarvan op. Oh, de jeugd nog bij deur bij Nicolaas. Hè. Ik was al te vroeg. Ja. Ik was al te vroeg. Kijk eens aan. Ah, ze hebben in ieder geval voor het gemak gekozen. Lekker in een wagen en niet lopen. Ja.
Hij heeft de ganse jas vol, maar de mouwen niet. Nee. Nummerke 20 midden in de optocht, net voor nummerke 30. Op 30 uur. Zo is hij, hè? Voorzitter, zijn wij stuurloos. Ja, Simmerkeuphof denk ik ook wel een beetje bekend in Pelemaas. Elke start van de zomer hebben ze een feest hier. Groot festival, ja. Ja. En daar is Jarno onze prinsessor voorzitter van. Dus vandaar dat je de hele groep ook meedoet. Maar het ziet er een beetje stuurloos uit hier. Ik zie het, ja. Goeiedag. Is die fiets van Hedde? Gelukkig heb ik wel nog een zadel. Nee, misschien de zinger. Oh, mooi. Ja, mijn masker erop. De masked zinger, fantastisch. Hoe bedenk je het, zou je zeggen? Eigenlijk moet je maar net weten dat een zinger een nijmachine is, hè? Nou, in ieder geval geen steekje los. Nee. Met deze Le Chief en het roer komen alle Jarno's voorbij op de damvloer. Jacques Engels, kan me gehoord ervan. Daar ik te win. En dat was in de camera. Ik ben blij daar ik te win. Al 15 jaar mijn passie weer op. Daar ik te win. Ik ben blij daar ik te win. Hier komen alle. Allemaal stiefjes en ook en de Lisa. Lisa, het gezicht ervan. Ja, en als ik heb de Prinsenwagen laat, waar hebben we hier nog voor? Wij draaien ons pensionse plekje. De familie van de prins. De familie van de prins. Draai mijn pensionse plekje. Ik heb Lisa, hoi hoi. Lisa mag zelf ook meelopen. Partner van de prins. Mijn cool presentator van Prinsenwagen, ja. Danny Kumhoff. Goh, en nou moet je meelopen. Nou mag je meelopen, ja. Lekker fitness. Hey. De broer van onze prins. Jij hebt ook chief bij jou? Ja, ik draai het zonte plekje met memory. Hey. En? Hij gaat vier op rij? Nee, dat is met tweeën memory. Oh, is dat zo? Dat is niet met vier. Oh. We hebben er met vier van gemaakt, dat duurde net te lang. Kijk je nog een beetje bij je benen, Harmen, allemaal? Oh. Kijk het volgen? Net. Ja, nog net. Maar wij moeten... Hummel boven het torent. Met zijn adjudant en de vorst. Adjudant Mark en vorst Ron. Ja, dat is de arts weer, hè, Vlieser? Ja.
populaire muziek. Gisteren waren ze nog live bij de vang, af hier bij de heren. Wauw! Zeer, met die zus erop. Ik moet voor hen, dat zijn die vrouwen. Wat een glorie, zeg geluk. Zijn je mijn dag, viel het niet tegen. Door een keer van een oude bier. Zet ik mee nog. Alle 35 deelnemers, inclusief nu de prinsenwagens, die zijn voorbij getrokken hier in de Durfstraat. Het was weer genieten. Ik hoop dat jullie genoten hebben, net zoveel als dat wij dat hebben gedaan. Het was een schitterende optocht met 35 deelnemers, met prinsenwagens als Keisjeut, Vengneuzen. En we hopen dat we volgend jaar weer net zo'n enthousiaste mensen hebben die mee willen doen. Ja, ze, volgend jaar moeten we allemaal meedoen. En ik zou zeggen, iedereen nog een hele zonnevaste avond. En tot volgend jaar. Boom!